Daarom noem ik het wondermiddel. Ja. Het is snel, effectief en het is blijvend. Dus ja, ideaal. Ik wil dit voor de camera vertellen dat het ook helpt. En ja, dat ook andere mensen geholpen kunnen worden. Voor 1-0 verdriet, boosheid, na die tijd heel veel blijdschap en rust. Echt, echt. Ik heb hem eigenlijk niet meer terug. Ik ben Sabur Abed. Sinds 2010 ben ik huisarts hier in Barneveld. Vooropleiding huisarts hebben we ook intern gedaan en daarnaast ook nog een psychiatrie gedaan. Ik ben Adrie van der Wijst en ik werk al 4 jaar als POH GGZ in deze huisartsenpraktijk. Nou, ik ben Rieneke en ik ben bij dokter Abed patiënt. Ik ben Reinie, ik ben 70 jaar, ik ben moeder van een leuke dochter en een fijne zoon. Ik ben nu alleenstaande en ik sta heel lekker in het leven eigenlijk. Door het hebben van matrixbehandeling in de praktijk heb ik 80-90% minder verwijzing naar buitenpraktijk, naar de tweede lijn, naar de GGZ Midden-Nederland. En dat komt door de matrixbehandeling die door Adrie van der Wijs, onze POH GGZ, wordt toegepast. Ja, voordat ik met de matrixmethode ging werken, was ik eigenlijk heel veel aan het begeleiden en ondersteunen. En kwam ik veel minder toe aan dat ik echt een oplossing voor de mensen kon helpen bereiken. En met die matrixmethode had ik echt zoiets van, hey, nu heb ik een tool in handen waar ik iets mee, mensen iets met me mee kan geven. Wat ook daadwerkelijk bijdraagt aan de verandering. En dat was voor de matrixmethode niet. Was ik heel erg op zoek naar hoe kan ik mensen iets geven. Maar dat kon ik niet zo goed vinden. Ik had al 7 jaar klachten. En ondertussen wel bij de huisarts geweest. En medicatie gehad. En ook dat hielp eigenlijk niet. En ik wilde het ook niet, medicatie in principe. Maar toch geprobeerd. En toen later naar Adrie toegestuurd. Ik ben vroeger heel veel mishandeld door ooms en opa's. Dus ik ben heel zwaar overspannen geweest, alcoholist geweest, de stem in mijn hoofd. En toen, dat heb ik veel vaak opgenomen. Voordat wij die matrixbehandeling hadden, ging een patiënt verwijzen naar POH GGZ. Eerlijk gezegd was het gesprekken met patiënten, wat tools en tips door de POH GGZ. Maar ik zie wel het effect duidelijk van matrixbehandeling ten opzichte van voor. Met matrixbehandeling gaat echt patiënten met 2-3 gesprekken duidelijk verbetering zien. Dat hebben we hier ook gemerkt de laatste 2 jaar. Dus we zijn zo blij mee. Dankzij die matrixbehandeling van onze POH GGZ hebben we zelfs haar uren verruimd, waardoor er meer behoefte aan was en meer patiënten zijn geholpen. Het was heel bijzonder dat ik bij Adrie kwam. En toen kwam ze aan met de matrixmethode. Was voor haar ook moeilijk, was een van de eerste. Mijn eerste ervaring met de matrix was heel bijzonder. Dat was eigenlijk dat ik het ook zelf ervaarde, hoe krachtig het werkt. Ja, en ik ging het maar gewoon hier in de praktijk doen. En ik was verbaasd dat het zo werkte en dat het zo eenvoudig is. En dat het zo in één gesprek dat je gewoon een hele andere persoon voor je ziet. Mensen komen soms verdrietig binnen en gaan stralend de deur uit. Ik dacht, wat is dit? Het werkt echt. En ja, bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Het verleden heeft natuurlijk altijd een rol gespeeld in mijn leven. En was heel verdrietig. En dat is nu weg. Mijn laatste gesprek is 2 jaar geleden. Dat ik bij Adrie geweest ben. En het gaat gewoon nu super. Het is gewoon, ja. Je hebt soms wel eens dat je even huilt, maar dat is niet erg. Dat mag iedereen doen. Alleen, je blijft er niet meer in hangen. En dat is gewoon het allerfijnste. Het is 2 jaar geleden dat ik de eerste gehad heb. En dat stuk waar ik het steeds over heb, dat is maar één ding, dat is nog steeds echt weg. Onvoorstelbaar. Nee, dat is echt onvoorstelbaar. Heel veel problemen worden binnen de praktijk opgenomen, met name psychiatrische problemen. De patiënten hoeven niet naar de GGZ te gaan. En de drempel is natuurlijk voor patiënten nog veel lager dan als ik zeg, word je gewoon volgende deur geholpen door onze POH GGZ. Met name door de matrixbehandeling hoef je niet te lang in die traject te gaan. Met 2-3 gesprekken zijn gewoon oud behandeld patiënt. Ik denk dat ik zo'n 3 sessies gehad heb.
ja, in deze huisartsenpraktijk had het ook een heel positief effect. Want de huisarts die zag ook eigenlijk al direct dat het heel effectief was. En dat het heel snel werkte. En dat er gewoon goede resultaten mee gehaald werden. Want ja, hij spreekt de mensen ook. En we zitten hier in een kleine praktijk. Dus de lijntjes zijn heel kort. Ja, dat was gewoon heel erg leuk. Hij maakte de mensen enthousiast. En ze kwamen bij mij. En ze gingen enthousiast de deur uit. En ja, het geeft gewoon zoveel tevredenheid en waardering. En ook werkplezier voor ons. Ik raad het wel aan, eerlijk gezegd, om in het basispakket bij de POH GGZ geregistreerd te krijgen. En dat is ook mijn doel van die uitzending. Dat je het ook andere huisartsen dat ook aannemen. Ja, het aantal doorverwijzingen, dat is eigenlijk heel erg gedaald. We verwijzen bijna niemand meer door nu naar een psycholoog. Ik denk dat dat we 90 tot 95% hier zelf in huis zien. En een enkeling gaat doorverwezen worden, maar dat is veel minder dan daarvoor. Snelle doorstroming, korte wachtlijst binnen de praktijk. En de patiënt hoeft ook eigenlijk eigen risico niet te gebruiken. Allemaal voordelen. Ja, de matrixmethode is een hele veilige methode, want het heeft geen bijwerkingen. Er zal nooit iemand van decompenseren of in een crisis raken. Het enige wat gebeurt is dat mensen soms een beetje moe zijn als ze de behandeling hebben gehad. Want ze voelen dat ze heel hard in hun hoofd gewerkt hebben. En dat is ook prima, want zij gaan zelf iets veranderen in hun hoofd. En verder heeft het eigenlijk geen bijwerkingen. Dus het is een ideale methode om toe te passen. Het is snel, effectief. En het is blijvend. Dus ja, ideaal. Die behandeling kan je heel breed toepassen. Bij angststoornis, bij depressie, bij PTSS. Ik heb zelf een patiënt met een chronisch persisterende tinnitus die maar echt tweede lijn mee vastliep. Is hij door onze POH GGZ geholpen? Nou, dat is bijzonder. Daarom noem ik het wondermiddel. Ja.